denk misschien voor ja, de gemiddelde voetbalkijker misschien best wel een verrassende. Want Ragnar die heeft zijn eerste seizoen bij de Eredivisie, of in de Eredivisie nu gespeeld bij Go Ahead Eagles. In onze ogen heeft hij een heel goed jaar erop zitten. Alleen als je puur kijkt naar het rendement, dan heeft hij geen goals gemaakt en een paar assists gegeven. Ja, dan is dat voor een aanvaller misschien aan de wat matige kant. Maar het is een speler met creativiteit, met hele goede dribbles en een speler die heel balvast is. Die goede keuzes maakt in derde deel van het veld, in de drukte tot goede oplossingen kan komen. Ja, wij denken dat dat een kwaliteit is die bij ons echt iets toe gaat voegen. Om te zorgen dat we wat langer in dat deel van het veld de bal kunnen hebben. Waardoor we ook wat aantrekkelijker, attractiever, hoe je het wil noemen, kunnen gaan voetballen. En dat die ons kan helpen om uiteindelijk kansen te creëren. En ja, het doel is uiteindelijk dat zijn rendement ook omhoog gaat. Dat hij zelf ook betrokken gaat zijn bij die kansen. Maar als je Go Ahead Eagles analyseert, ja, dan zie je eigenlijk dat hij betrokken is bijna bij alle aanvallen en goals die ze maken. Maar dan wel vaak in het voortraject. Dat hij het vaak het eerste of het tweede stationnetje is wat ervoor zorgt dat die aanvallen tot stand komen. En daarom vinden wij het een heel erg interessante speler. Nou, er komt ook nog eens een keer bij dat hij best wel een mooie leeftijd heeft. Hij is 24 jaar. Hij gaat nu zijn peak age, zoals we dat noemen, gaat hij in. De jaren van 25 tot 28, 29, dan ben je eigenlijk op je top van je kunnen als voetballer. Die gaan wij dan bij FC Groningen hopelijk meemaken. Ja, en we denken dat er echt ook nog wel rek en potentie in hem zit. Dus we zijn wel heel blij dat hij voor ons heeft gekozen. Een jongen van Jong Ajax. Een linksbenige centrale verdediger of eventueel linksback. Een jongen die ook op de radar stond bij een aantal clubs. Transfervrij is deze zomer. En die uiteindelijk dus voor ons gaat kiezen. En daar zijn we wel heel erg blij mee. En we hebben natuurlijk goede ervaringen van jongens die wij halen van Jong Ajax. Of dat nou Zeefuik is of Matusiwa of Kai Sierhuis. Of nu als laatste dan weer Nana Casemiro. En we hebben van Noordin hebben we ook goede verwachtingen. Het is een positie die überhaupt natuurlijk lastig te vinden is. Een jongen met goede fysieke voorwaarden, een behoorlijke snelheid, behoorlijke sprongkracht. Kan goed voetballen, is comfortabel aan de bal, is rustig. Een jongen waarvan we heel erg blij zijn dat hij onze selectie kon versterken. Ja, en waarvan we heel benieuwd zijn hoe die het bij ons gaat doen. Hè? Want het is toch een stapje omhoog van Jong Ajax naar FC Groningen. En hopelijk kan die zoals Nana dat deed, heel erg snel aanhaken. Joey Pelopessi, dat is voor mij een oude bekende. Ik heb met Joey zelf nog gevoetbald bij Heracles Almelo. Joey is een fantastische persoonlijkheid. Heeft een aantal jaren nu in het buitenland gespeeld. In Engeland in de Championship bij Sheffield Wednesday. Veel gespeeld een aantal jaar. Daarna de stap naar Turkije gemaakt. Nou, dat is wat minder gelukkig geweest. Daarom kwam hij bij ons ook op de radar, omdat hij daar uiteindelijk nu transfervrij kan vertrekken. Nou, en voor ons een interessante speler met zijn profiel. Echt een balansbewaker op het middenveld. Echt een teamspeler. Een jongen die in mijn beleving het cement tussen de stenen zou kunnen noemen op het voetbalveld. Maar ook wel in de kleedkamer. Het is namelijk een jongen die heel erg... In mijn tijd bij Heracles heel erg goed lag in alle geledingen binnen de kleedkamer. En hij was zelfs ook wel eens aanvoerder. En dat toen nog op best wel jonge leeftijd al. En als je dat pakket dan bij elkaar neemt, dan vonden wij het gewoon een hele interessante toevoeging aan de selectie. Een jongen met de nodige ervaring, een goede leeftijd en een aantal kwaliteiten die echt wat toe gaan voegen ook weer aan onze selectie.